Ja, de seizoensfinale van Familie komt eraan. Wat gaat Brigitte allemaal nog uitspoken de komende weken? Ik noem mijzelf, en dat vind ik leuk, de bitch der bitchen. Maar ik ben een braaf meisje nogthans. Hè. Maar ik speel dat zo graag. En ze gaat dan nog, ja, ze gaat nog van alles uitspoken. Nog van alles, zeker en vast. Zoals? Nu zit ik in een deugenut, hè. Nee, we gaan allemaal naar de seizoensfinale kijken. En wie weet, wat doet ons Brigitte daar? Ik ga het niet verklappen, maar we moeten kijken, dan weet je het. Ze gaat eens iets goed doen. Dat denk ik niet. Iets goed? Wie weet. Want elke mens heeft iets goed en iets slecht. Hè? Dus Brigitte ook. Janine, heb jij jouw vertrek bij thuis nu eigenlijk beklaagd? Ik heb het niet beklaagd, maar ik heb dat jammer gevonden dat ik het heb moeten doen. Hey, ik vond het niet meer leuk, mijn rol. En dan ben ik weggegaan. Maar dat is iets dat je niet leuk vindt om te doen. Hè? Want ik zag mijn collega's allemaal heel graag. Maar ik ben zo graag Brigitte. Dat kan ik alleen aan geen mensen beschrijven. En dan ook de hashtag Like Me, ben ik ook een oma in. Dus ik heb deze zomer heel wat te doen. En familie, en het strand van Sint-Anneke, en hashtag Like Me. Laat mij zo zeggen, ik ben een bezige bij. Positief, hè? Dat is heel positief, ja. Mijn kleinkinderen zeggen dat ook. Zeg, bom, maar je bent echt wel een bezige bij, hè. Heb je nog tijd voor hen? Soms wel, ja. En ze komen ook bij mij slapen, hè. Al zie ik ze dan 's morgens, dat is ook goed, hè. Janine, wat het belangrijkste is, volgens mij doe je het nog heel, heel graag. Amai, ja, zo, hè. Ik denk, als theater wegvalt en televisie, dan ga ik dood. Ja, ik meen dat. Dat duurt nog 20 jaar, dus. Ik hoop het.